Focus op de stand van zaken. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt bekend dat de scholen normaal open zijn en dat het onderwijsproces ook normaal voortgang vindt. Dus wat er op dit moment gebeurt is dat de VOLS een staking heeft uitgeroepen. Het is een eendaagse actie. En ze hebben de bonden die bij hun zijn aangesloten gevraagd om thuis te blijven. De leerkrachten gevraagd om thuis te blijven. Omdat ze een protest willen laten horen tegen de stijgende koersen. Met de VOLS hebben we als ministerie van Onderwijs een werkrelatie. We zijn op dit moment met hun in bespreking over een wensenpakket, maar dat is niet de reden waarom ze staken. Want we hebben al behoorlijk wat ontwikkeld samen met de VOLS. Hun eisen, het grootste deel, daar zijn we, hebben we overeenstemming over. En we spreken de komende weken elkaar nog over nog wat restpunten. Dus dit is geen staking tegen het ministerie van Onderwijs. Het is een staking tegen de enorme stijgende koers. En natuurlijk de prijzen die de lucht ingaan. Maar het raakt het onderwijs wel. Dus hoewel ze dus een protest laten horen, dat eigenlijk de hele regering waar ik onderdeel van ben raakt het ook het ministerie van Onderwijs in het bijzonder. En in het bijzonder raakt het de kinderen. Toch moeten we, een beetje gerust zijn, omdat de schoolleiders, die zijn verantwoordelijke mensen. En die hebben wel ervoor gezorgd dat de deelexamens normaal voortgang vinden. En ik heb gemerkt dat ook vanwege de brieven die naar de ouders zijn gestuurd, dat de repetities ook gewoon doorgaan. Bij verschillende scholen. Dus er is een stukje verantwoordelijkheid ten aanzien van de deelexamens. Dus het ligt niet helemaal plat en het stoort niet alle kinderen. En het is dus belangrijk dat je vooral de examens niet stoort. En ik ben blij om te horen dat dus die normaal doorgaan. Het is een staking van de VOLS. Er zijn natuurlijk meerdere onderwijsbonden. En dat is de reden waarom het ministerie heeft gezegd, luister, een deel van de bonden van onderwijsgevende staakt en een deel staakt niet. Wat je dan moet doen is zorgen dat de poorten wel open zijn voor de groep die niet staakt. En dat de kinderen die dan wel komen, dat ze niet op straat komen te staan. Want die verantwoordelijkheid heeft het ministerie wel. Kijk, staken is een recht, maar het moet netjes gebeuren, zodat er geen ongelukken gebeuren. En dat is dus goed opgepakt. Wij hebben dus bekendgemaakt dat de scholen open zijn. Dus alle kinderen kunnen gewoon naar binnen. De schoolleiders die zijn verantwoordelijk dat de kinderen veilig zijn. En ik denk dat dat redelijk goed is opgepakt. Het meest belangrijke is, als een deel van de leerkrachten staakt, en daar hebben ze hebben recht erop, het is een staking is een recht, en dat de anderen die niet staken niet gestoord worden in hun werk. En dat de kinderen beschermd zijn, dat is het meest belangrijke. Dus op dit moment is er geen reden om enorm zorg, met zorgen te zitten, omdat die examens doorgaan. Dat was voor mij het meest belangrijke. Dus de deelexamens. Voor die kinderen is het vervelend als ze zich hebben voorbereid en het is examen vandaag en dan hoor je het examen gaat niet door en dan moet er een hele rooster opnieuw gedaan worden en zo. Maar daar is goed rekening mee gehouden. Dus het is een rustige staking, moet ik zeggen. Focus op
De stand van zaken.